Goedemorgen iedereen, we gaan nu om naar de bakker om de taart te gaan halen. Het is nog vroeg, maar ik wil wel op tijd de taart hebben. Dus die gaan we nu even halen. Kunnen we straks nog eventjes naar de winkel gaan. Om, ik heb nog een cijfer nodig voor de taart, dus een 3. Die vond ik niet, dus... Ja, het is nog vroeg. Dus we hebben alles bij. En die gaan we nu even halen, de taart. Ik ben iets benieuwd wat erop gaat staan. Dus, we gaan eens richting de bakker. De bakker is al open van om 8 uur zelfs, dus vroeg. Maar dat vind ik iets te vroeg, omdat dan weet je nooit of het taart er al is. Dus ik dacht, 9 uur is misschien wel een goed uur om te gaan kijken bij de bakker. En dan kunnen we dat doen. Even kijken of ik dan opneem. Zo, voilà. Het is bewolkt vandaag. Maar het zou 25 graden worden vandaag. Allee, wie had dat ooit gedacht? Verjaard ben ik al, ben de 21ste verjaard op de herfst. Dus dat wel, maar het verjaardagfeestje moest toch komen. Zo, we zijn bijna bij de bakker. We moeten bij deze bakker zijn. Spannend eigenlijk, hè. Dus bij deze bakker moeten wij zijn. Ziet er terug, hopelijk. En dat staat niet. Bij zijn meneer, dus dat is een voordeel. De taart is in de ijskast geraakt, zodat je kunt zien. Het heeft wel wat gekost om het dan hier te brengen, omdat het wel moeilijk was. Ik vond het wel redelijk moeilijk, omdat het ook zo een zware taart is. Wat erop staat, ik weet het niet. Ik heb gezegd dat ik hem niet wilde zien. Dus ik weet het niet. Het is een verrassing. Dus ook voor jou en ook voor mij. Ik heb ze allemaal geschreven en hier moet het normaal eens in pijl leggen. Kijk, een 3 zou perfect zijn. Dan is hij wat groot. Maar 3 is een 3 eigenlijk. Of zo. Heel veel nullen. Dat is iemand te rond. Dat is echt heel veel cijfers. 0, 0, 0. 0, 0. 7. 0. Nee, er is geen 3 bij. Spijtig genoeg. Hier heb je dan wel een 3, maar ja, dat heb je nodig. Dus. Dan heb je hier wel een 3 van. Dat heb je nodig. Dus hebben ze niet. Spijtig genoeg. Het is wel nog van deze. Die je eerst op de taart kunt krijgen. Dat kun je ook nog doen. Als je wilt uitblazen. Deze wilt doen. Maar voor de rest is er eigenlijk niks. Spijtig, want vlagjes heb ik dus. We moeten hier een 3 van maken. Ik heb ook nog zo 3 kaarsjes en 3. Spijtig. Kijk, dat zijn de chipsjes. Om te geven. Dat zijn ook de snoepjes die ik heb gekregen van Nicole. Dus dat zijn ze op tafel. Heb je ze al op tafel? En de rest is op komst. Wie de bel gaat, wie zal het zijn, wie zal het worden? Hallo! Gelukkige verjaardag. Dankjewel. Je bent nog rap, hè? Ja, hè? Dat ja. Een beetje... Dankjewel. Hi. Oh, wauw. Oh, groen. Dat is wat ik moet hebben, groen. Ja, dat is het. Oh, dank je. Eindelijk het groene. Merci. De bel is gegaan. Hallo. Hallo. Jij bent de vierde. Happy birthday. Dank u wel. Dat gaat ook maar wat even. Dat is alleen in de buik. Het is al verteerd. Hè? Het is verteerd. Dus welkom in het huis. Kijk, dit is toch prachtig. Het is misschien beter dat jij bent afvallen dan niet op. Je moet het echt zo houden, anders dan... Andersom houden. Waarom? Ja, voor anders dan thuis, dan gaan ze zeggen, die gsm moeten ze dan dragen. Dat is een stijl. Wacht eruit. Ja.
Gaan mooi, hè? Ja. Ja. Moet ik ergens op... Ik moet nergens op drukken, toch? Nee, het staat al aan. Oké. Dat is knap, hè? Ben je blij? Ja, ik ben heel blij. Oké. Dus dit heb ik van mijn zus. Dit heb ik van haar gekregen. Ja, ja. Ja. En de broek heb ik van mijn tante. Ja, maar nu wel. Nu wel. Hey, alvast doen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Hoera! Hoera! Nou, probeer maar uit te blazen. Kom eens dichter, even die taart. Hey, ja, mooi, hè? Mooi. Nee, dat had ik niet verwacht. Nee, echt niet. Dat is echt wauw. Ja, en niet nog maar zo recent gemaakt, die foto. Dat is echt mooi. Sweetie ja, Bella in de fiets. Ja, echt, hè? Blazen. Ik was bijna burn, hè? Hey! Het is echt een mooie dag. En dat is een mega zij dat past bij u, ja, met mijn kleur. Dat is echt mooi. Waar is dat? Een groen lint? Ja. Nee, dat is om op te eten, mama. Maar dat is marsepein. Dat lint is om op te eten, dat is speciaal voor u, dat is wat erbij. Nee, dat is niet. Ziet dat mooi, ik ga een foto maken. Ja, nog niet. Wat dan? Mis. Ah, ja, heb je hem nog gestopt of niet? Ik heb hem dichtgedrukt. Hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.